Hi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe zondagvideo. Dit is echt een mega kerstachtige video, want hij gaat helemaal over adventkalenders. Deze video komt op 1 november online. Oh mijn god, hoe is het al november? Ik weet echt niet waar 2020 gebleven is. Maar dat betekent dat het dus over een maand 1 december is. En dat je dan zou kunnen beginnen met het openen van het eerste vakje van je adventkalender. Als je er tenminste eentje hebt, of meerdere zoals ik. Ik ga in december weer vlogmas doen en dat betekent dat ik elke dag tot aan kerst een dagelijkse vlog ga opnemen. Ik kijk daar heel erg naar uit. En als je mijn vlogmas al eerder hebt gezien, dan weet je dat ik ook altijd verschillende adventkalenders heb die ik gedurende december openmaak. En juist omdat ik daar altijd heel enthousiast over ben en altijd best wel verschillende soorten kalenders heb, krijg ik heel vaak berichtjes van, hey, heb jij nog een tip? Wat is nou echt een leuke kalender? Dus ik dacht, ik ga gewoon een uitgebreide video hierover maken. In het verleden heb ik ook jaren gewoon heel veel video's gemaakt waarin ik één kalender in één keer helemaal openmaak. Wat ik heel leuk vond om te doen en wat ook goed bekeken werd. Maar als ik heel eerlijk ben, vond ik het soms een beetje too much worden dat ik echt gewoon een kalender ging kopen in de winkel. Letterlijk alleen maar om hem dan vervolgens in een video open te maken. En dan zat ik met al die spulletjes die ik eigenlijk helemaal niet nodig had en... Don't get me wrong, ik hou heel erg van spulletjes. Dat weet je denk ik wel als je mijn vlogs kijkt. Maar het voelde een beetje te materialistisch, vond ik, om elke keer al die kalenders open te maken. Dus dit jaar ga ik het een klein beetje anders doen. Ik ga in deze video 15 adventkalenders bespreken, maar ik heb ze dus niet allemaal gekocht om ze open te maken. Sterker nog, ik ga er maar 2 echt helemaal openmaken. Een hele goedkope en een hele dure. Dat leek me toch wel echt heel erg leuk voor de mensen die houden van een adventkalender unboxing. Ik heb ook 2 kalenders die ik wel wil laten zien, maar die ik nog niet open ga maken, omdat ik ze in december wil openmaken. En dan heb ik nog 11 kalenders waar ik gewoon plaatjes van wil laten zien en iets over wil vertellen. En ik wil ook gewoon aan jullie vragen of jullie nog leuke tips hebben van kalenders die de andere kijkers misschien ook wel leuk vinden. Dus laat het vooral in de comments weten. Dan hebben we gewoon een hele leuke selectie aan leuke tips voor dit jaar. Ja, ik vind een adventkalender echt ontzettend leuk. Ik vind het elke keer weer een verrassing wat er achter het vakje zit. En gewoon een heel leuk momentje in december om elke dag dan die kalenders open te maken. En zoals ik al zei, heb ik dus in ieder geval al 2 kalenders die ik in december wil openmaken. En die zal ik als eerste even aan jullie laten zien. De eerste is eigenlijk niet voor mij, maar die is voor de katten. En dat is namelijk de Lily's Kitchen adventkalender. Je ziet steeds vaker adventkalenders voor dieren, vooral voor honden en katten. Ik weet dat ze er bij de Action bijvoorbeeld ook eentje hebben. En je hebt er geloof ik ook eentje van Trixie. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk als een adventkalender er echt magisch uitziet. En ik vind deze er zo leuk uitzien. Ik heb deze ook wel eens eerder gehad. En als ik het me goed herinner, lusten Shaki de snoepjes wel en Poppy niet. Zou goed kunnen. Dus als dat zo is, dan zal ik Poppy gewoon elke keer een ander snoepje geven. Maar lijkt mij heel erg leuk om samen met de katten in december elke dag een vakje open te maken. Ik zal de kalenders die ik benoem ook hieronder linken. Ik heb deze op een webshop besteld die ik verder niet kende. Maar de levering was gewoon prima. En volgens mij was die iets van 12 euro. En de tweede kalender kon je laatst ook al in mijn vlog zien. Maar dat is de Yankee Candle Calendar Book. Dit is die van 50 euro. Dus dat is best wel duur. Maar wat hierin zit is gewoon zo leuk. Er zitten gewoon 24 verschillende kaarsjes in. Waardoor je heel veel van die verschillende geuren leert kennen. En ik vind deze er ook echt prachtig uitzien. Dus dat zijn alvast 2 kalenders die je in december in mijn vlogs elke dag voorbij kan zien komen. Er moet dus sowieso echt nog eentje komen met iets lekkers, vind ik. En misschien nog wel een beautyachtige. Maar ik ga gewoon nog even nadenken welke me leuk lijken. Aan het eind van de video ga ik dus 2 kalenders nog helemaal openmaken. Maar nu wil ik er dus een aantal bespreken waar ik gewoon afbeeldingen van zal invoegen in beeld. Zodat je een beetje ziet hoe ze eruit zien. Ten eerste wilde ik even zeggen dat als je een adventkalender voor jezelf wil kopen, dat je misschien gewoon moet nadenken, waar hou ik nou echt van? En dan met name beautymerken. Echt zoveel merken hebben een adventkalender. Stel je bent bijvoorbeeld heel erg fan van de producten van de Body Shop. Dan zou het heel leuk zijn als je jezelf kan trakteren op een van die adventkalenders. Die zien er trouwens ook altijd prachtig uit. Maar ook allemaal make-up merken. Eentje die mij heel erg aanspreekt dit jaar is die van Rituals. Die heb ik ook al eerder gehad en elk jaar ben ik er echt super tevreden mee. Maar ik zag dus dat ze dit jaar weer een goedkopere en een duurdere versie hebben. En die dure versie is zo mooi, want er zitten dus een soort lampjes en het lijkt echt een soort
kerstdorp. Dus dat is een kalender waarvan ik overweeg om hem misschien te nemen. Ik ga nog even erover nadenken. Ik heb gelukkig ook nog even. Wel een tip als je die van Rituals wil, omdat die natuurlijk best wel duur is. Vorig jaar kon je hem volgens mij met korting scoren bij Black Friday. Bijvoorbeeld bij de Bijenkorf en zo. En dat is natuurlijk eind november. Dus misschien wel de moeite waard om daar even op te wachten. Om toch wat geld te besparen. Dan, ik krijg heel veel vragen. Bonnie, ga je weer elke dag een puzzeltje maken in december? Waar kan ik die kalender vinden? Ik heb dus al vaker een puzzel-adventkalender gehad. Waarbij je dus een klein puzzeltje maakte. 12 dagen lang, niet 24 dagen. En die is inderdaad super moeilijk te vinden. Maar ik heb nu op een of andere puzzelwebshop hem wel weer gevonden. Maar ik ga hem dit jaar niet nemen. En dit jaar heet hij Around the World. En je kan dan elke dag dus weer een klein puzzeltje maken. Alleen ik vind hem er niet zo leuk uitzien als vorige jaren. Toen had je steeds een huisje wat je maakte. En die kon je dan heel leuk naast elkaar neerleggen. En nu denk ik van ja, ik hou wel van puzzelen, maar ik weet niet zeker of ik hem wel ga nemen dit jaar. Want zo leuk vind ik hem ook weer niet. Maar het is natuurlijk wel heel leuk om te doen, dus die zal ik hieronder zeker ook even linken. Dan heb ik nog een tip. Heel ander topic dan puzzels, maar dat is namelijk de Easy Toys adventkalender. Ook best wel prijzig, maar ik hoor daar best wel goede dingen over. Dat is dus een kalender waar bijvoorbeeld sekstoys in zitten. En ik neem aan ook dingen zoals glijmiddel, condooms, misschien een vibrator. Ik weet niet precies wat erin zit, maar het is natuurlijk wel heel erg leuk. Misschien ook samen met je partner om zo'n kalender aan te schaffen. Als dat iets is wat je leuk vindt tenminste. Dan gaan we even naar iets lekkers. Hoewel die vorige kalender dat misschien ook wel zou opleveren. Namelijk chocola. Als je aan een adventkalender denkt, dan denk je natuurlijk gewoon aan chocola. En je hebt bij heel veel winkels, de Action, de Lidl, weet ik veel, heb je gewoon een adventkalender van 1 euro met allemaal chocolaatjes erin. Ik vind die chocola nooit geweldig, maar dat is sowieso denk ik iets heel erg leuks om te kopen. Al helemaal als je heel weinig budget hebt. Dat je dan alsnog gewoon elke dag even een vakje kan openmaken en een chocolaatje kan eten. Maar als je echt voor lekkere chocola wil gaan, dan is eentje die ik echt zou aanraden de adventkalender van IKEA. Die heeft er dus eentje waar allemaal verschillende bonbons en zo in zitten. Ik ben niet heel erg van de bonbons, maar bijvoorbeeld Nick wel. En die vindt het echt geweldig wat er allemaal in die IKEA kalender zit. En wat ook nog eens leuk is, is dat er 2 waardebonnen in zitten. Je kan geluk hebben en er echt een waardebon van 500 euro hebben. Maar het minimale wat erin zit is 2 waardebonnen van 5 euro. Dus het levert sowieso 10 euro IKEA tegoed op. En de kalender zelf kost volgens mij 11 euro. Dus als je net als ik sowieso wel eens bij IKEA shopt, dan kost die dus eigenlijk maar 1 euro. Dus echt een aanrader. Hij ziet er ook altijd heel erg leuk uit. Maar ik zag tot mijn vreugde dat je ook op Amazon best wel veel chocolademerken van adventkalenders hebt. Je hebt er bijvoorbeeld verschillende van Lindt. Dat is chocolade die ik heel erg lekker vind. Maar eentje ziet er zo leuk uit met een soort beer die dan achter een raampje zit. Die ga ik misschien wel voor mezelf kopen. Maar ik zag dat je ze bijvoorbeeld ook hebt van Cadbury. Dat is van die hele lekkere Engelse chocolade waar Nick heel erg van houdt. Dus wie weet bestel ik die ook mee. Als je boven de 20 euro zit, is de verzending volgens mij ook gratis. Dus het valt allemaal best wel mee qua prijzen. Dus ik zou daar echt even een kijkje nemen of ze van jouw favoriete chocolademerk een adventskalender hebben. Om nog even in het etensthema te blijven. Ik zag dat ze dit jaar ook een hele leuke jam adventskalender hebben van Bon Maman. En daar zitten dan 24 verschillende smaken jam in. Ik ben zelf niet heel erg van de jam, maar ik kan me voorstellen dat als je wel van jam houdt, dat dat echt heel erg leuk is. Leuke vraag, hou je van jam of niet? Ik vind jam altijd zo saai. Ook soms dan ben je op vakantie en dan heb je brood in een broodrooster gedaan en dan is er als beleg alleen maar jam. En dan zit ik echt zo van, maar niet hagelslag. Ja, dus laat het even weten hieronder als je wil. Even eentje 18 plus. Ik denk dat heel veel mensen dit ook wel leuk zullen vinden. Je hebt ook wijnadventskalenders waarbij je elke dag een ander wijntje krijgt. Zo'n heel klein flesje. Ik zag er in ieder geval eentje op Amazon nu. Maar ik weet dat ze vorig jaar die ook hadden bij de Aldi. Dus dat is misschien nog chiller. Dan kan je het gewoon in de winkel kopen. Ik heb het dit jaar nog niet gespot. Maar wie weet komt dat er nog aan. Dan iets wat ook heel erg leuk is. Echt als momentje elke dag. Dus eigenlijk een beetje net als die kaarsjes die je dan elke dag zou kunnen branden. Is een thee-adventskalender. Die heb je van heel veel verschillende merken. Ik weet dat ze vorig jaar er ook eentje van Sostrene Grenne hadden in de winkel. Ik zag dat er eentje van Pickwick dit jaar is. Maar ik zag online ook heel veel leuke. En ik zal even
een van mijn favorieten hieronder linken. Maar dat is natuurlijk ook super leuk. Want stel je maakt die dan 's ochtends open, dan kan je gelijk dat theetje wat erin zit drinken die ochtend. Dan kreeg ik nog een hele leuke tip van een vegan adventkalender die je ook gewoon op bol.com kunt bestellen, waar vegan melkchocola in zit. Want als vegan eet je natuurlijk vooral pure chocola, denk ik. Maar deze heeft dus melkchocolaatjes, maar die zijn dan wel vegan. Van Moo Free is het merk. Voordat ik naar het unboxing gedeelte van deze video ga, wilde ik nog één andere tip geven. Ik kan het niet echt hieronder linken. Nou, ik kan wel inspiratie hieronder linken, maar dat is zelf een adventskalender maken. Nick en ik hebben dat een paar keer voor elkaar gedaan. Of we deden bijvoorbeeld dat ik de oneven dagen deed en hij de even dagen. Ik heb ook wel eens een keer helemaal zelf voor Nick een adventskalender gemaakt. Maar toen deed ik wel volgens mij om de dag, zodat ik 12 cadeautjes nodig had. Maar dat is ook heel erg leuk om te doen als je met iemand samenwoont. Trouwens, ook als je niet met iemand samenwoont, zou je het natuurlijk bijvoorbeeld voor een vriendin kunnen maken. En dat jij dan gewoon een mandje geeft met de 12 cadeautjes en zij ook een mandje aan jou. Of 24 als je helemaal los wil gaan. En ik vul dat altijd voor de helft op met echt lekkere dingen. En daarvoor ga ik altijd naar de Action, want daar hebben ze echt zo hele leuke kerstachtige snoepdingen. Dus bijvoorbeeld zo'n selection box met allemaal lekkere dingetjes. Of van die Malteser rendiertjes. Altijd dat soort dingen koop ik allemaal. Dus echt 1 euro per cadeautje dan. Maar je zou natuurlijk ook bij de kringloop kunnen kijken. Of je dan leuke kleine beeldjes of dingetjes ziet. Wat ook leuke kleine cadeautjes zijn. Ik heb dan nog best wel een moeilijk slachtoffer, namelijk Nick. Maar stel ik zou het voor een vriendin doen die gewoon van heel veel dingetjes houdt. Dan zou ik ook een leuk schriftje geven of een klein plantje. Gewoon allemaal dingetjes. Als je gewoon het budget afspreekt, bijvoorbeeld 25 euro per persoon, dan kan je echt 12 leuke dingetjes van kopen. Trust me. En dat is echt het leukste wat er is. Ik zal hieronder even een linkje plaatsen naar een vlog waarin je kan zien dat Nick en ik dat doen. En we maken dan vaak ook nog een gedichtje voor elkaar met waar je het cadeautje kunt vinden. En dat is echt zo leuk altijd om te doen. Dan zoals beloofd ga ik nog 2 kalenders wel helemaal unboxen. En de eerste heb ik bij de Action gekocht. Ze hebben daar allemaal verschillende soorten adventkalenders met een soort beautyproducten, make-up. Maar ik zag dit jaar ook de 12 Days of Fismus. En dit is dus een bruisballen adventkalender. Ik kan even niet meer vinden hoe duur die was. Want hij staat niet op de site van de Action en ik kan de bon niet meer vinden. Maar als ik het me goed herinner was die echt 5 euro of zo, echt heel goedkoop. Er zitten dus wel maar 12 bruisballen in. En ik vraag me ook af hoeveel verschillende het zijn. Maar ik moest dit gewoon kopen. Want ik dacht, dit gaan jullie ook heel erg leuk vinden. Each time you open a new door, it will reveal a bath visor in a fun shape. Oh, wat leuk. Ik had verwacht dat ze gewoon allemaal rond zouden zijn eigenlijk. Nou, laten we ze gewoon lekker openmaken. Dan heb ik gewoon een heerlijk voorraadje voor in mijn nieuwe bad. Als ik gelijk even mag zeiken, er is niet eens zo'n plekje waar je hem kan openmaken. Het is gewoon alleen maar zo'n ribbelrandje dat je gewoon random ergens moet gaan pulken of duwen. Maar goed, wat kunnen we ook verwachten voor zo'n goedkope kalender? Oké, het gaat dus ook totaal niet mooi open. Nou, wat leuk! Als ik een meisje van 13 was, zou ik nu echt wild worden. Ik word lichtelijk wild. Ik zie namelijk een unicorn. Dit is wel echt leuk gedaan, zeg. Oh, zo. Ruikt een heel klein beetje naar een soort wc-verfrisser. Maar hij ziet er echt heel cute uit. In vakje 2 zit een diamant. Ook heel leuk. Ik heb het idee dat ze allemaal een beetje hetzelfde ruiken. Een beetje zo wc-verfrisser. Maar die zijn op zich wel lekker. Alleen niet de lekkerste geur die ik ooit heb geroken, zeg maar. Oh! Dit is de staart van een zeemeermin, denk ik. We gaan naar vakje 4. Oh, een vallende ster. Nou, sorry, zeg maar. Ze zien er echt heel leuk uit, zeg. Zo ziet hij eruit. In vakje 5 staat er ineens relax op. Oké. Okay. In vakje 6 zit dit leuke mondje. Heel Vera Camilla-achtig. Hier zit een ster in. In 8 zit een hartje. In 9 een wolkje. Mooi. Deze zit in vakje 10. Heel winters. De ene laatste. Weer een mooie ster. Ik ben dan altijd benieuwd of ze dan eindigen met echt iets spectaculairs. Ik zou niet weten wat. Misschien een kerstman of zo. En het is een blaadje. Ik zou dan, als ik deze kalender zelf had ontworpen, hiermee eindigen. Omdat dit natuurlijk heel kerstachtig is. Maar deze vind ik ook gewoon heel leuk. En ziet er mooi uit.
Ik ben medium impressed over de geur, maar ik vind ze er allemaal super leuk uitzien. En ik ga ze zeker in bad testen. Dat zullen jullie vast wel in mijn vlog voorbij zien komen. En dan eindigen we deze video met een wat luxere kalender, namelijk die van Look Fantastic. Ik heb deze opgestuurd gekregen, maar als je hem nieuw koopt is hij volgens mij een beetje tussen de 80 en 90 euro. Maar de producten die erin zitten schijnen iets van 500 euro waard te zijn. Dus hier zitten allemaal soort van luxe dingen in. Ik heb deze wel eens eerder gehad. En toen zaten er ook best wel veel skincare dingen in waar ik zelf niet echt kennis van had. En waarvan ik dan dacht van, oh, een crème, chill. En dan ging ik vervolgens die crème opzoeken. En dan was die crème echt 70 euro of zo. Dat ik echt dacht, oh mijn god, ik moet hier echt zuinig mee doen. Terwijl ik eigenlijk het merk niet kende. Dus het kan heel goed zijn dat ik heel veel dingen niet ken. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon heel benieuwd. En het is eigenlijk gewoon alsof ik nu 24 hele leuke cadeautjes ga krijgen, denk ik. Wat ik heel leuk vind aan de kalenders van Look Fantastic is dat ze altijd laadjes hebben. Dat ziet er natuurlijk echt super leuk uit. Ik vind het wel verrassend dat ze voor zwart zijn gegaan. Want bijvoorbeeld vorig jaar was hij rood. En dat geeft voor mij toch meer een kerstachtige sfeer. Maar ja, het doet me meer denken aan oud en nieuw of zo, hoe die eruit ziet. Maar het eerste vakje is goud. En in elk laadje zit iets ingepakt met roze folie. Oh, hier ligt het gewoon een beetje los. En we gaan gewoon kijken, wat er allemaal in zit. Ik probeer te zorgen dat deze video niet een uur lang duurt. Dus ik zal een beetje snel doorheen gaan. In vakje 1 zit van Natasha Denona een blush en highlighter. Super chill. Ik wil gelijk zeggen van, oh, dat is ook echt heel handig voor op vakantie. Maar volgens mij zeg ik dat dus bij elk vakje. Want dan zit er bijvoorbeeld een klein tandpastaatje in en dan denk ik, oh, dat is echt handig voor de vakantie. Dus dat ga ik misschien nog wel een paar keer zeggen. We gaan naar het tweede laadje. En hierin zit, een kwast van Luxie Beauty. En hier kan je denk ik bijvoorbeeld highlighter of zo mee aanbrengen. Heel chill. In het derde laadje zit een flesje. Oh, chill! Dit zat er vorig jaar ook in, van Molton Brown, een shower gel. En deze ruiken altijd zo lekker. Echt naar een soort luxe parfum die je op een vliegveld of zo ruikt. Oh, hele sterke geur. Rabarber en roos. Echt heel lekker. Ook een beetje een frisse geur. En best wel veel zit er ook in zo'n flesje. Het vierde laadje. Wat zou het zijn? Dragon's Blood Cleansing Water. Micellair water is dit. Van het merk Rodial. Laadje 5. Cream eyeshadow. Dit is wel heel mooi ook voor de feestdagen. We gaan naar nummer 6. Deep Conditioning Treatment Elasticizer Therapy. Dus dat is een haarproduct. In nummer 7 zit een tonic van het merk Ren Clean Skincare. Nummer 8. Dit is van Eve Lom. Dit is een cleanser. Nu komen er ineens echt zo allemaal skincare dingen op een rijtje. Hierin zit een zwart oogpotlood. Nummer 10. Wow, die is groot. Oeh, iets van Rituals. The Ritual of Sakura Celebrate Each Day Body Scrub. Ik ken deze geur en die is echt super lekker. We gaan naar 11. Tan Luxe Super Glow Serum. Nummer 12. Ilamasca. Oh, dit is een lipproduct volgens mij. Even kijken. Beetje roze, nude-achtige lipgloss. Ziet er mooi uit. Nummer 13. Een slaapmasker! Oh my god, zo blij mee. Ik gebruik dit. Hele zachte. Echt zo van die slaapzakstof. Nummer 14. Volgens mij is dit dus echt zo'n hele dure nachtcreme. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dit komt vast wel van pas. In nummer 15 zit dit vitamine C serum. In 16 zit, wow, dit is groot. Van het merk This Works, een Deep Sleep Body Cocoon. Hier kan je helemaal mee insmeren nadat je in bad bent geweest bijvoorbeeld. Omorivica Budapest. Het staat niet eens op wat het is, maar het zal wel weer een crème zijn. We gaan naar 18. Van Sleek, een hydrating primer. Ik moet zeggen, ik vind het echt veel afwisseling, toch? De Anastasia Beverly Hills Lash Break Volumizing Mascara. Volgens mij is dit echt een heel chill merk. Ik hoor in ieder geval altijd mensen hierover. Dus de mascara zal dan ook wel fijn zijn. Nice. We zijn bij 20. De Mio Clay Away Body Cleanser. Een Filorga Anti-Wrinkle Cream. 22. Altijd als ik dit doe, dan denk ik, oh mijn god, dit maken mensen dan dus open op 22 december. Wow, dan is het bijna kerst. Wow. En dan kan ik me helemaal inbeelden hoe het wordt als het kerst is. Dan wordt het wel heel anders dit jaar, I guess.
Hierin zit nog een Purifying Gel Cleanser. Hierin zit deze crème. We gaan naar 24. Dit is een Lord & Barry Brow Pencil. Het is wel risky, want het moet maar net je kleur zijn. Maar goed, dat was met alle andere dingen niet echt het geval volgens mij. En heel leuk aan deze kalender, je hebt ook nog een vakje 25. Dat maakt het wel echt extra luxe, vind ik. Ik ben wel heel benieuwd wat daar dan in zit. En het is een Espa 24 Hour Balancing Moisturizer. Ja, ik vind het dan leuker als ze met iets van make-up of zo eindigen. Of een nagellak of zeg maar echt iets kerstachtigs. Maar ik moet zeggen, ik vond de inhoud echt heel leuk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En ik ben überhaupt benieuwd of jij al een adventkalender hebt. Of dat je er misschien eentje wil gaan kopen. Laat het me zeker hieronder even weten. Wie weet doe ik er nog inspiratie uit op. Ik hoop heel erg dat jullie hier een beetje iets aan hebben gehad. Of dat je het gewoon leuk vond om te zien. Als het zo was, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot dan!